ik had net gehoest en dan moet het weer, sorry. Maar dit is dus wat ik tot nu toe heb. Deel 1, 2 en 3 bij elkaar. En de vorige deel was nogal ingewikkeld, hè? Heel arbeidsintensief met al die bloemetjes. En toen dacht ik, weet je wat, het is nu heel druk, dit stukje. En er moet nu maar iets heel rustigs en makkelijks bovenkomen. Dus wat gaan we doen? Heel simpel, een rij stokjes en dan een rij vaste. Een rij stokjes, een rij vaste. Ik hoop dat het jullie is gelukt met de bloemetjes. Misschien heb je er klaverblaadjes van gemaakt. Ik vind het in ieder geval super leuk staan. Zeker met die kleurtjes zo ertussendoor. En ja, dus nu iets rustigs. Ik heb grijs gekozen. Van weer zeemanwol. Ik heb trouwens dat advies geprobeerd om met een nieuwe bol van binnenuit wol eruit te halen. En kijk, ik heb een mega stuk en het zit helemaal in de war. En ik weet niet of dat ik dat vol blijf houden hoor, om het zo van binnenuit eruit te trekken. Misschien doe ik het helemaal fout. Maar het, ja, het zal wel aan mij liggen. Kent me zonder hand, hè? Maar goed, we gaan dus beginnen met een rij stokjes hier. Ik heb die tussenrand weer gedaan. En ik heb nog steeds de toppen van de berg met twee steken in één steek, twee keer. De dalen zijn nog steeds twee keer twee steken samenhaken. En ertussen heb ik nog steeds 10 steken. Dat blijft, hè? Dat de hele deek lang. Tussen de toppen en de dalen van de chevron, 10 steken ertussen. Dus als je dat blijft tellen, ook bij dit patroon, steeds 10 steken tussen de toppen en de dalen. Als je die netjes verdeelt, komt het helemaal goed. Maar dat is ook een beetje de uitdaging in deze deken, hè? De chevron. Niet alleen de bijzondere steken die we doen, maar ook het tellen, constant tellen, 10, 10, 10, 10, dat hoort erbij. Als je dat niet leuk vindt, ja, dan is het heel jammer, want dan, ja, dan zit je met tegenzin te haken misschien, of je kapt ermee, of je doet het op een andere manier, dat je hem gewoon recht toe recht aan haakt, dat kan ook, maar dan moet je wel een beetje een paar aanpassingen doen natuurlijk in de patroon steken. Maar daar kom je dan ook wel uit. Ik ga in ieder geval beginnen met een rij stokjes. In de eerste vaste maak ik mijn draad weer vast. En ik begin met 3 lossen voor het eerste stokje. Zo. En in diezelfde steek doe ik nog een stokje erbij. Want het is de top van een berg. Dus 2 steken in 1. En dan hoop ik dat ik mijn draad een beetje uit de war kan krijgen. Nou, dan ga ik nu 10 stokjes de weg naar het dal. Gewoon heel simpel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Zo, dat is de weg naar beneden. En dan ga ik nu weer 2 keer 2 stokjes samenhaken. Dus, dit is de eerste. En de tweede. En die haak ik samen. En dat doe ik nog een keer. Zo, en ook die haak ik samen. Dan heb ik het dal weer gehad. En dan ga ik weer 10 steken naar boven. 1, 2, en iedere vaste van de vorige rij, die krijgt 1 stokje. 3, 4, 5,
6, 7. Oh, wat een rommel. Ja, kijk. 7. Dit was 7, hè? Even goed tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. 8. 9. En 10. En dan ben ik inderdaad weer bij de top van de berg. Die twee middelste steken hier. Oh, die twee middelste steken hier. Ik zat iets te enthousiast zo. Daar komen ieder weer twee stokjes in voor de top. 1. En 2 in de eerste. En 1. En 2 voor de derde. Kijk, en dan heb ik hier een dikke knoop aan garen. Dus dat ga ik even uit elkaar halen hoor. En dan kom ik bij je terug. Wacht even. Nou, ik heb een heel stuk ontwarreld. Ik heb 2 keer 2 stokjes hier. Dus ik ga nu weer 10 stokjes naar beneden. Nou ja, makkelijk zat hè. En dan kom je weer bij het dal. Daar haak je weer 2 keer 2 stokjes samen. En dan weer 10 omhoog. Nou, en zo doe je dan de hele rij. En dan ga ik dat ook even doen. Ondertussen hoop ik dat ik mijn warboel opgehaakt heb. En dat ik dan gewoon met een normaal draadje verder kan haken. Dat schiet veel makkelijker op. Even tellen hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 9. En 10. En dan weer 2 samen maken. 2 keer. Ik ga dit tot het eind van de rij zitten doen zo. 2 samenhaken, 2 keer in het dal. 2 keer 2 stokjes in 1 steek in het top. En 10 stokjes ertussen. En dan zie ik je op het eind weer. Nou, bijna op het eind. Ik heb mijn 10 stokjes omhoog. En hier nog 1 vaste. Om daar te eindigen met 2 stokjes voor de top van de berg. 1. En 2. En ik heb mijn warboel opgehaakt. En ik ben nu bezig met zo van binnenuit hier te haken. En ja, ik vind het wel prettig. Want inderdaad, die bol die danst niet overal heen. En het is een stuk rustiger. Dus ik denk dat ik het toch wel blijf volhouden. Ik vind het wel een goede tip. Nou, we gaan het werk keren. En ik zei al, deze patroonrand wordt echt heel makkelijk. Omdat we er al een paar behoorlijk ingewikkeld achter de rug hebben. Dus 1 keer lossen. Je keert je werk. In het eerste stokje 2 vaste. 1 en 2. En dan 10 vaste de weg naar beneden. Van wat we al vaker gedaan hebben. Hè? Die heb je terugrijden in vaste. Dus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. En dan weer 2 keer 2 samen maken. En dan weer 10 naar boven en in de top 2 keer 2 vaste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 en 10 en dan 2 keer 2 vaste. 1 en 2 en in de volgende steek ook weer 2. 1 en 2. Kijk. En dan hebben we dit. Zie je, wordt rustig.
naar dit drukke gedeelte. Misschien ook door de kleurkeus. Maar ook doordat het gewoon eenvoudige steken zijn. Maar toch met een patroontje erin, doordat je stokjes en vaste afwisselt. Dus als je deze vaste rij nu af hebt, dan ga je gewoon weer beginnen met een rij stokjes en dan weer vaste. En dan zoveel rijen als jij wilt. En ik denk dat ik gewoon dit aanhoud, deze lengte hier, deze hier. Dat is ongeveer gelijk. En ik denk dat ik dat blijf doen bij al mijn patroondelen. Dat dat hetzelfde blijft. Maar jij kunt natuurlijk variëren zoals je wil. Hè. Het is een haakje mee, een crochet along. En volgens de officiële regels moet ik dus van tevoren een patroon schrijven. En moet ik die online zetten ergens. En dan moet ik daar wolvoorschriften, kleurvoorschriften bij doen. En dan moeten jullie je inschrijven. En dan krijgen jullie de gegevens. En dan kun je meehaken. Maar dat vind ik allemaal zo'n verplichting. Niet alleen voor mij, dat ik dat allemaal op moet gaan schrijven en van tevoren bedenken. En dat past gewoon echt helemaal niet bij mij. Ik ben nu eenmaal heel erg van het improviseren en het à la minuut bedenken. En niet dat verplichte gedoe dat jullie moeten en ik moet. Nee, het is helemaal vrijblijvend. Doe wat jij wil. Kijk, ik doe deze rand met die stokjes en vaste in één kleur. Maar je kunt dat gerust met verschillende kleuren doen. Je kunt ook zeggen van, nou, ik wil deze eerste rand wil ik nu eigenlijk hierbovenop gaan doen. Gewoon doen. Fantaseer erop los. Ik geef alleen maar dingen aan en jullie kunnen er dingen mee maken. Misschien vind je die bloemenrij helemaal niet mooi. Nou, doe je hem niet. Prima. Ik verzin er wat mee, maak er wat moois mee en ik hoop dat je over jouw deken net zo enthousiast gaat worden als ik over de mijne. Want ik maak hem gewoon helemaal volgens mijn smaak, mijn idee. En jullie kunnen meedoen. Zo simpel werkt vonnis, haak je mee, principe. Doe mee, fantaseer erop los, maak er wat anders van. En laat zien wat je ervan maakt natuurlijk, hè? Want dat vind ik natuurlijk het allerleukste. Gewoon echt kijken, wat doen jullie ermee, wat leren jullie ervan? En ja, daar maken jullie mij weer echt heel erg blij mee. Dus, ik ga die rijen doen. Dit is deel 4 geloof ik al, hè? 1, 2, 3. Ja, dit is deel 4. En ik weet nog niet hoeveel delen of dat het gaat worden, wanneer ik ga herhalen. Ik weet wel dat ik nu bijna 40 centimeter heb gehouden. Ik zal eens even meten. Gewoon die eerste rij, hè? Zo, kijken. 35. Van hier, deze tweede sierrand ertussen, die tussenrand, tot aan de bodem is zo'n 35 centimeter. En ik wil hem minstens 2 meter hebben, dat hij mooi over mijn bed gaat vallen. Dus ja, we zien wel hoe ver we komen. Jongens, ik zit weer een heel eind in de lucht te kletsen. Geef niet. Maar ga lekker aan het haken en laat zien wat je ervan maakt. Ik wens je met dit deel weer heel veel haakplezier. En graag tot de volgende.